Eindhoven Sportfonds organiseert een cursus voor sportclubs, waarbij vrijwilligers van die sportverenigingen leren, maar ook tools krijgen over hoe zij nou vrijwilligers binnen hun eigen vereniging kunnen werven. De Taki-app die zorgt ervoor dat clubs makkelijker leden binnen de eigen vereniging kunnen benaderen met vrijwilligerstaken die ook gericht zijn op die leden. Het haalt heel veel werk uit ons handen en toch gaan we een heel mooi programma lopen. Ja, wij zijn eigenlijk heel enthousiast over de Taki en de campagne werkt gewoon. We hebben nu al bijna dik 30% hebben binnen. We hebben geleerd hoe we echt de taken moeten onderverdelen. In kleine blokjes, zodat het ook toegankelijk is voor nieuwe vrijwilligers. Als jij achter de balie gaat zitten en je wil mensen controleren of ze een pasje van een zwemvereniging bij hebben, ben je al vrijwilliger bij onze vereniging. En als jij ambities hebt om een toptrainer te worden, dan kun je hier ook beginnen. Nou, het maatschappelijk belang van sportclubs is gewoon enorm groot. En daarom willen wij verenigingen ook helpen, zeg maar, om toekomstbestendig te blijven. En om een continue aanwas van vrijwilligers te blijven vinden. Nou, verenigingen die met vrijwilligersproblemen kampen of die daar meer over willen weten, die kunnen zich aanmelden bij Eindhoven Sport en dan bij een van de sportregisseurs bij hen in de buurt.